Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Sander en vandaag gaan we het hebben over vijf mindere dingen aan mijn Suzuki SV650. Nummer 1 op die lijst, dat is het zadel. Het zadel zelf is niet heel comfortabel, vind ik zelf. Het is een redelijk hard zadel, redelijk smal. En er zitten ook van die randen in het zadel. Waardoor als je op langere ritten lang achter elkaar rijdt, je echt wel last krijgt van het zitten. Ik raad iedereen ook aan die het standaard zadel heeft en toch langere ritten aan het maken is. Na een uur of anderhalf, twee uur rijden echt wel eventjes te stoppen en even je benen te strekken. Anders dan ga je er gewoon last van krijgen en dan gaat het alleen maar irriteren op een gegeven moment. Dus voor kortere ritjes is het prima. Zeker voor in de stad is het makkelijk lekker rijden. Voor langere ritten raad ik iedereen toch wel aan om te kijken naar een ander zadel. Alleen ben ik er zelf ook nog niet over uit welk zadel ik zelf het mooiste vind en het lekkerst vind. Dat is gewoon een keertje uitproberen en dan gaan we zien wat het uiteindelijk gaat worden. Misschien dat iemand anders tips heeft voor zadel die hun hebben geprobeerd, dan ben ik benieuwd. Maar voor nu zit er bij mij nog het standaard zadel op en wie weet dat er een keertje een ander gaat komen. Nummer 2 op de lijst van mindere dingen van de Suzuki SV650 vind ik eigenlijk dat het vanaf 2016 al hetzelfde model is. Er is verder geen update gekomen. Dus qua uitrusting en alles is die niet zo modern als dat de fietsen van nu zijn. Je ziet bijvoorbeeld gewoon normale kniplichtjes erop zitten, geen LED. Geen LED koplamp, er zit een LCD schermpje op, ook geen TFT. Standaard zit er geen quickshift erop, ik heb hem er dan aftermarket opgezet. Maar je ziet nu tegenwoordig bij de motoren die uitkomen, wel dat het gewoon meer standaard is dat er luxe op zit dan in 2016. Ik hoop dat er ooit nog een keer een update van komt en dan ben ik benieuwd waar ze mee komen. Het zou de motoren qua uiterlijk zeker wel ten goede komen. Maar wie weet wat ze ooit nog eens gaan doen ermee. Ik vind het jammer dat het niet een keertje gebeurd is al. Dat de motor net in een modern jasje gestoken, waardoor die dan wat meer bij de tijd is dan dat hij nu eigenlijk is. Nummer 3 op de lijst. Dat is dat hij geen instelbare vering heeft. Er zit er gewoon een standaard vering in. Geen upside down voorvork, maar gewoon normale veervorkpoten. Er is ook geen optie om een SV650 met wel instelbare veringen te kopen. Wat ik in dat opzicht eigenlijk wel een beetje jammer vind. Voor mij is het dan niet specifiek nodig. Voor mij is de vering zoals die hier zo is gewoon prima. Hij is comfortabel genoeg. Hij is, rijdt prima eigenlijk. Maar wil je een keertje wat harder gaan rijden of wat agressiever rijden, dan merk je wel dat hij wat meer gaat bewegen. En, het is jammer dat je er dan niet iets aan kan doen. Nogmaals, voor mij maakt het niet heel veel uit. Ik ben niet een ontzettend hardrijder of ik vind het niet vervelend. Hij rijdt voor mij gewoon prima, maar het zou leuk zijn als er een optie zou zijn ervoor. En dan puntje 4 op de lijst van mindere dingen vind ik de voorrem. Het is niet dat hij slecht remt of zo, hij doet het prima, hij doet zijn ding. Maar je merkt wel dat het mindere kwaliteit is dan sommige andere motoren. Je mist een beetje gevoel erin, soms voelt het een beetje elastisch als je remt of een beetje zompig lijkt wel. Terwijl je bij sommige motoren juist het gevoel hebt dat als je de rem aanraakt, je heel veel gevoel of juist die initiële bite hebt. Dat mis ik een beetje bij deze voorrem. Er zit gewoon soms niet heel veel gevoel in het remmen. En als je dat wel had gehad, dan was het, zeker als je wat sportiever gaat rijden, wat beter te doseren of wat preciezer te rijden, zeg maar. En dan zijn we aangekomen bij het laatste puntje van mijn top 5. En dat is eigenlijk de algehele afwerking van de motor. De motor is met een bepaald budget gebouwd.
Dat zie je wel terug in de afwerking van de motor. Het is niet dat er schroefjes niet vastzitten of in die zin zeg maar. Maar je ziet gewoon dat, dat de afwerking een stuk minder is dan de wat high-end motorfietsen. Je ziet bijvoorbeeld wat kabeltjes los of alle leidingjes of buisjes en alles zit in het oog. Bij andere motoren is dat dan netjes weggewerkt of valt het je minder op dan, dan bij deze motor. Ja, het is zonde dat dat niet helemaal goed weggewerkt is. Aan de andere kant heeft het me nooit gestoord of iets. En dat geldt eigenlijk voor mijn gehele top 5. Het heeft mij nooit ervan weerhouden om deze motor te kopen. Voor mij zijn het eigenlijk wat kleinere dingen. Als ik dan over iets moet klagen, dan denk ik dat het zadel voor mij het meest irritant is. Maar dat is gewoon te vervangen en dat is met het merendeel van deze punten die ik heb aangevinkt. Het is voor mij nooit storend geweest om, om deze punten aan de motor te hebben. En daartegenover staan ook genoeg positieve punten die de motor heeft. Ik ben ook wel benieuwd of dat mensen zijn die andere punten hebben die ze eigenlijk niet prettig vinden aan deze motor. Ik kon er eigenlijk niet echt op komen. Ik vond deze punten die ik nu heb benoemd eigenlijk al best wel lastig om mee, mee te komen. Voor mij is deze motor eigenlijk in alles wel redelijk goed. Het is geen uitblinker in iets of iets, maar hij doet niks echt heel erg slecht. Ik ben wel benieuwd of dat er mensen zijn die zoiets hebben van, joh, dit, dat is echt zo irritant. Oké, jongens, dat was mijn lijst van top 5 wat mindere dingen aan mijn Suzuki S650. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Mocht dat nou zo zijn, dan zou ik het zeer waarderen als jullie een likeje omhoog willen doen. Ik zou het ook zeer waarderen als jullie willen abonneren op mijn kanaal. Dat zou ik super tof vinden als jullie dat willen doen. En dan hoop ik jullie weer te zien bij een volgende video. Hoi hoi!